we daar naartoe gaan. Want we groeien aan alle kanten uit ons jasje in dit onderkomen. En, dus je zit eigenlijk met een beetje een tweeslachtig gevoel, zal ik maar zeggen. Met de 1-0 overwinning heeft Heracles zich in de hoogste afdeling van de KNVB gespeeld. Het was de verdiende beloning voor een club die het hele seizoen door met kop en schouders boven de concurrentie uitstak. Dat zijn vele herinneringen. Maar ik denk toch wel de bekerwedstrijd 4-2 tegen Ajax. Dat was een van de mooiste herinneringen. Kampioenschap. Wanneer was dat? In 88. Toen ze promoveerden naar de Eredivisie. Dat vond ik het mooiste. Welke wedstrijd was dat? Tegen RBC uit. Nou, dat was echt mooi. Een stuk of 20, 25 bus. Dat was het mooiste wat ik mee heb gemaakt. De mooiste herinnering, dat is de dag dat ik hier binnenkwam. En waarom? Op de hartelijke manier, hoe ik hier ontvangen werd. Ik was toch een vreemde eend in de bijt. Dus, ja, dat vond ik een mooie herinnering. Verder, ik zit hier net een jaar. Dus... Wat is uw mooiste herinnering hier? Mooiste herinnering, ja. Wat verdorie was. Ze kunnen ingeven dat ze wonen van Ajax. Wat zeg je? Dat ze toen wonen van Ajax. Oh, was toen gewonnen van Ajax? Nee, hij was kampioen van Nederland. Dat vond ik het mooiste. Dat was in 1941. Dat was het mooiste. Nou, ik kan me wel herinneren dat vroeger dat ze kampioen werden uit bij RBC. En dat heeft wel veel indruk toen op me gemaakt. Dat, bij Stadhuis, die ontvangst van de spelers toen. Ja, dat was wel iets aparts. Iets unieks. De overwinning tegen Ajax. Welke? 4-2. En Polko er nog niet. Dat was de mooiste overwinning. En dat was toen gelijk gespeeld. Was de beker, dat was die bekerwedstrijd. Ja, dat was Jurgen Smeets. Jurgen Smeets. Die scoorde toen 1-0 tegen Ajax. Hier, hè? Daar is de toekomst. 2-0-4-7, dat is Ajax. De beker, dat was de mooiste herinnering. En het kampioenschap in 85. Zo zullen veel mensen met weemoed terugdenken aan het oude knusse stadionnetje aan de Bonnse Straat. Met de oudste tribune van Nederland uit 1925. De oude Engelse tribune. Die toch voor Almelo behouden blijft. Want de amateurs van AVC Heracles gaan er gebruik van maken. Real Madrid speelde hier. Barcelona speelde hier. Heracles speelde hier. In dit stadion ligt prachtige Nederlandse voetbalgeschiedenis. Beleef de laatste wedstrijd van Heracles in dit stadion op deze grasmat intens. Straks is het er niet meer. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer omdat dit veld, dat ligt hier al zo lang. Het is een prachtig veld. Je kunt alles kun je hier doen. Ja, ik snap niet waarvoor. Deze club is, ik geef toe, ik zie dingen door een roze bril. Maar als je het objectief probeert te bekijken, dan is dit echt een hele bijzondere club. En de tribune waar wij nu op staan, is een cultuurmonument. Voor de geschiedenis van Almelo, voor de cultuurgeschiedenis van Almelo, heel belangrijk dat dat blijft bestaan. En zelfs voor de hele cultuurgeschiedenis van het Nederlandse voetbal. Het mooiste veld van praktisch van Nederland, durf ik rustig te zeggen. Dit is het dus. Het mooiste stadionnetje van Nederland. Ja. Ook voor een voetballer? Zeker voor een voetballer. Voor elke voetballer, neem ik aan. Het ligt vooral een beetje aan die tribune. Ja. Ja, schitterend. Als je hier staat, ga je hier wel staan. Het is toch een prachtig gezicht. Het doet me toch wel iets. Emotionele woorden van Joop Schumann, nog steeds Nederlands topscorer, want hij schopte er 47 in één seizoen. En dat was het seizoen 61-62. Het had over die prachtige tribune, die ook gisteravond weer vol zat om niet alleen te genieten van voetbal, maar ook van kunststukjes zoals deze. Parachutisten die naar beneden komen om op het veld te landen van het knusse stadionnetje aan de Bonnse Straat. En dan de wedstrijd. Heracles Ajax onder leiding van scheidsrechter Jaap Uilenberg. Die deze wedstrijd niet ziet als een afscheidswedstrijd. Want hij hoopt middels een rechtszaak alsnog een plaats te krijgen in het arbiterschilde van het betaalde voetbal. Een waardige tegenstander voor een waardig Heracles in een waardig stadion. Een domper op de feestvreugde was toch wel de selectie van Ajax. Die niet met zo heel veel eerste elftal spelers naar Almelo kwam. Dani en Maglas waren er wel voorbeelden van, maar voor de rest waren het toch tweede elftal spelers.
Daarom werd Ajax ook gecoacht door Tony Bruin Slots en niet door Jan Wouters, die wel op de bank zat. Een gelijkopgaand begin met hier een actie van Leurink en een paniekerige Stanley Menzo. Ook weer opgehaald door Ajax, zoals zoveel oudgedienden nu weer bij Ajax spelen. De hoekschop die daarop volgt en dan is Menzo wel op zijn kievive. Ajax veel in balbezit, circulatie ook snel, maar ook die ploeg maakte gisteravond fouten. Het was ook drukkend warm en het leverde niet altijd mooi voetbal op. Dit is wel heel mooi. De pas binnendoor op Nikos Maglas en hij brengt na 16 minuten Ajax op een 0-1 voorsprong. Dat soort kansen moet je hem natuurlijk nooit geven. Krijgt wat ruimte en passeert behendig doelman Frank van der Geest. Op de pas van Dien Goré. Heracles voetbalt dan wel aardig mee. Maar gezegd moet worden dat het betere voetbal, en dat is ook logisch, bij Ajax was. Dit is ook een prima mogelijkheid voor Tim de Klerk en die gaat die verzilveren. En dan is het 0 tegen 2. Hebben we bijna 25 minuten gespeeld. En loopt Heracles dus achter de feiten aan. Lucassen gaat onderuit. En Tim de Klerk verschalt ook, net als Maglas van der Geest, deze doelman. Maar Heracles zou Heracles niet zijn om zeker wat terug te doen. Het is Dennis van Dijk met het schot in de handen van Stanley Menzo. Diezelfde Dennis van Dijk die krijgt vlak voor rust de mogelijkheid voor wat de Duitsers noemen de Anschlusstreffer. Krijgt de bal van Erwin Leurink. In één keer schieten en dan is Menzo wel verslagen. 1 tegen 2. Mooie goal van Dennis van Dijk. Die afkomstig is van de amateurs van Werder Bremen en daarvoor voor de amateurs van Den Ham speelde. En nu dus bij Heracles. En u ziet nu waarom. 1 tegen 2. We zien ook Tony Bruin Slot en Jan Wouters. Technische duo bij Ajax. Na rust weer Ajax dat de meeste kansen krijgt. Zoals hier Dani net naast. Maar Heracles heeft een goed team. En de critici verwachten ook zeker dat die ploeg een rol van betekenis gaat spelen in de Totodivisie. Dat zal dan niet meer aan de Bonse Straat gebeuren, maar in het Polmanstadion. Aan de Wezenbeek Singel. Ajax dan weer. Hier de vrije trap. Gegeven door scheidsrechter Jaap Uilenberg. En dan hebben ze bij Ajax iemand die dat heel goed zou moeten kunnen. Dani. Mooi schot, maar een prima redding van Frank van der Geest. En zo blijft het 1 tegen 2. En mogen de Heraklieden op de tribune nog hopen op een klein stuntje. Lucassen. Nieboer. Die komt hier in balbezit. Goed geprobeerd van die invaller, Tom Nieboer. Dan blijft het 1 tegen 2. Weet scheidsrechter Jaap Uilenberg dat het er bijna op zit. Maar krijgt Heracles nog een corner. Van der Meijen probeert die bal te koppen. Lukt niet helemaal. Die krijgt die bal dan zomaar weer in balbezit. En dit is een historisch moment. Roy van der Meijen scoort in de laatste seconde van Heracles Ajax de gelijkmaker. 2 tegen 2. En dus gaat de Amsterdammer die ooit nog bij Ajax speelde de boeken in. Als de maker van het laatste doelpunt in het Krussenstadionnetje aan de Bonse Straat. Ilke Omeloer. Natuurlijk op de banken voor Heracles. Na de wedstrijd wordt trainer Frits Korbach als laatste op een boerenkar gezet. En onder het motto van inpakken en wegwezen gaat de complete selectie met deze trekker en deze aanhanger op naar het nieuwe Polmanstadion aan de Wezenbeek Singel. Oudgedienden zoals Hendrik Kruse halen hier de middenstip weg. En ook zien we Hannes Lalopua nog. Een spetterend vuurwerk. En nog steeds een vol stadion.
om 10:30. En dan gaat het licht uit. Is er een prachtig vuurwerk. En wordt er menig traantje gelaten. Omdat het knusse stadion van Heracles Almelo. Met die prachtige tribunes. Die prachtige houten tribune. Die Engelse tribune. Verleden tijd is. We proberen alles te verkopen. Alles wat los en vast zit, alles wordt verkocht. Noemt u eens wat? Trainingspakken, andere kleding, plafond, spotjes, de tribune, de lichtinstallatie. Echt alles wordt verkocht. Ja, ik ga me zo niet voorlopen. Voorlopig niet sporten volgens mij. Voorlopig niet, nee. Toch een sporttas gekocht? Ja, we gaan wel weer voetballen. Duurt even, maar komt wel goed. U kijkt naar posters van Heracles van de wedstrijden? Ja, kijken of dat nog wat is. Ja? Zou u dat boven uw bed hangen? Nee, niet boven mijn bed, nee. Nee, van mijn kleinzoon of zo. Die is fan? Die vindt, die is nog klein, maar die wordt ooit een keertje fan. De spullen die vandaag in het oude stadion te koop aangeboden werden, moeten de Almeloze club een extra zakcentje van tussen de 10 en 20.000 gulden opleveren. Maar het geld is niet het allerbelangrijkste. Je kan natuurlijk een heleboel van die zaken kan je gewoon zeggen van goh, dat gooien we weg. Maar je kan er ook een heleboel mensen een plezier mee doen. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je nog een paar centjes terugpakt. En dat ik daar wat kleine misses, wat kleine tegenslagen mee op kan vangen in het nieuwe stadion. Want daar heb ik ook weer een heleboel nieuwe spullen nodig. En dat kan ik daarvan financieren. Wat zoek jij? Trainingskleren voor voetbal. En dat moet van Heracles zijn of niet? Ja. Waarom? Gewoon een goede club. Is het nou nog bijzonder dat de sporttas van de Heracles spelers is? Ja, zeker. Zeker. Want? Club Almelo. Nieuw stadion. Dus een ding wat u moet hebben? Ja, het is wel makkelijk ook. Goedkoop. Gaat het u nou aan het hart, al die spullen die weggaan? Nee hoor. Nee, helemaal niet. Nee. Ik bekijk het heel erg zakelijk. En dat moet ook wel.